tijd samen zijn we. En dus Tom van Dijk kom ik hier tegen. En die, ja, die is ook al zo onder de indruk van de... van de krokusjes. En de, maar Tom van Dijk die, die praat ook heel graag over Scheveningen. Want Scheveningen, als u in de tram zat, vertelde u... Ja, zomers. Dan ging ik met mijn moeder naar Scheveningen. Dat was altijd met de open tram. Ja. Nou ja, dat was een belevenis. En als je dan zo... Scheveningen naderde richting Koerhuis, ja. dan zag je in de verte zag je dat Koerhuis al liggen, heel imposant, met dat hele grote plein daarvoor en die spuiten al fonteinen en dan rook je die zilte lucht alweer van de zee en dan stonden er, dan kwam de boulevard, daar stonden er van die kerels en die hadden zo allemaal van die molentjes, dat geritsel van die molentjes, oh, ja. En dan liep er ook wel iemand vaak met een aapje op zijn schouder, nou dat was dikke pret altijd. En als je nu op Scheveningen komt, dan word je vergiftigd door alle mogelijke stank van alle mogelijke frietkramen en dergelijke. En dus, het Koerhuis kan je bijna niet meer zien. En het is, ja, het is daar niet meer waard eigenlijk. Nee. Het is jammer. Dus u staat hier even te genieten van... Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En ja, als je in de Haag rondkijkt, dan moet je altijd één hand voor je ogen houden. Zodat je iets wat hier niet meer thuis hoort, wat een nieuw bijgebouwd is, dat je dat even afschermt. Maar als je zo heel af en toe ziet nog als echte flitsjes van zoals de Haag was en zoals het hoort te blijven. Met één hand op het oog. Absoluut. Ja. Ja. Ja, je moet altijd toch, want als je met beide ogen kan, dan is je, ja. Je kijk breed te groot en dan zie je altijd wel iets. Dan zegt nou, dat is een storend element. Ja.